Nog een paar laatste aanwijzingen van zijn teambaas en dan kan hij de baan weer op. Wat er dan gaat gebeuren is volgens hem zelf redelijk simpel te voorspellen. Ik zou iedereen inhalen. De nu 10-jarige Ayrton, vernoemd naar de Braziliaanse legende Senna, stapte op zijn 4e voor het eerst een kart in. Een maand geleden won hij de 2e ronde van de kartseries in Genk en nu gaat hij voor het kampioenschap voor junioren. Aan zelfvertrouwen in ieder geval geen gebrek. Of ik ben goed of hun zijn gewoon slecht. Jongens in mijn klas zeggen ze van, ja, het is best wel moeilijk. Ik snap niet hoe je dat doet en zo. Ik vind het best makkelijk om te doen. Gewoon relax. Gewoon zo'n beetje liggen. En dan ga ik gewoon rijden. En niet met één hand. Met zijn eerste jaar kan ik wel zeggen. Toen begon het al. Dan komt hij op een loopfiets. En dan doet hij net alsof hij de motorfietsen zijn. En zo. Goeie evenwicht, goede balans. Ja. Goed inzicht, stuurinzicht. Ja. Alles. Hij was ook goed in voetballen. Hij was in de tweede selectie van Apoude uitgekozen. En hij koos voor het karten. Geen voetbalcarrière dus. Voetballen ga je een beetje rennen en de bal schieten. Maar hopelijk ooit de Formule 1 in. Senna is, ondanks zijn voornaam, niet zijn grootste voorbeeld. En hem vergelijken met Verstappen, dat liever niet. Ik ben meer voor Hamilton. Of hij de nieuwe Amsterdamse Hamilton genoemd kan gaan worden, is nog even een paar jaar afwachten. Wel weet hij al welke beker hij als volgende in zijn handen wil hebben. De race in Marenburg wil ik nog wel een keer winnen. Maar je moet eerst leren en dan kijken hoe het verder gaat.